Met de opening van de Samenloop voor Hoopwinkel in Rijswijk is een nieuw initiatief gevonden om geld in te zamelen voor het KWF. Samen met vele andere initiatieven zal alles samenkomen tijdens de 24 uur durende wandelestafette in Altena op 28 en 29 juni met uiteindelijk maar één doel. Stilstaan bij kanker. Een bijzonder moment voor een bijzonder project. De officiële opening van de eerste samenloopwinkel van het land van Altena. Een echt paars project hebben jullie al gezien waarschijnlijk. Nou, het is bijna zover, jullie mogen straks naar binnen. Ik ben ontzaggelijk blij dat we hier vanavond kunnen zijn om iets heel belangrijks te gaan doen. De opening van de eerste samenloop voor Hoopwinkel in Altena. En dat geeft ook weer aan dat de samenloop voor hoop die we volgend jaar op 28 en 29 juni gaan organiseren ook al erg leeft. En dat blijkt niet alleen uit dit initiatief, maar als ik al vertel dat we bijna nu al net zoveel teams hebben dan 2 jaar geleden. En dat eigenlijk de officiële teamwerving nog moet gaan starten, dan ziet er dat denk ik allemaal heel goed uit. Maar vanavond de opening van de samenloop voor Hoopwinkel. Een prachtig initiatief van team nummer 3, de samenlopers, geloof ik dat ze officieel heten, die dit initiatief hebben genomen om een samenloopwinkel te gaan openen hier in Rijswijk. En daarvoor ook alle medewerking hebben gekregen van de familie Meijler. En ik wil hen ook namens het bestuur daarvoor alvast hartelijk dank zeggen. Een heel mooi initiatief waarmee we hopen te bereiken dat er ook weer heel veel geld wordt opgehaald voor de kankerbestrijding. Want dat is uiteindelijk het doel van de samenloop voor hoop. Ja, we staan hier voor de nieuw geopende samenloop voor Hoopwinkel in Rijswijk. Ik heb me laten vertellen het thuiszong van team 3, maar volgens mij zit het wat anders in elkaar. Ja, het zit een beetje anders in elkaar, ja. Het is namelijk zo dat we uiteindelijk hier, deze winkel stond leeg. Toen bij elkaar zijn gekomen, dachten van, wat doen we met die winkel? Deze winkel is van Judith hier, die hem dus gaat gebruiken straks voor een nieuwe winkel. En zo hebben wij bedacht van, laten we een winkel gaan openen voor de Samenloop voor Hoop. Niet alleen voor Samenloop voor Hoop team 3, maar voor de algemene samenloop. Dus voor ieder team bij de Samenloop voor Hoop. Mooi initiatief. We horen een hele hoop over een hele hoop teams. Maar wat is de Samenloop voor Hoop nu precies? Samenloop voor Hoop is een 24 uur estafetteloop. Die wordt gehouden op 28 en 21 juni in Rijswijk. En dat is op het terrein. Daar is van alles te doen op dat terrein. En die samenloop voor hoop is uiteindelijk de opbrengst. Daar alles van is voor het KWF onderzoek naar kanker. Zodat deze verschrikkelijke ziekte meer de kop wordt ingedrukt. En dus een chronische ziekte gaat worden. In plaats van nu nog voor vele mensen een dodelijke ziekte. Ja, het doel is uiteindelijk heel veel geld ophalen voor het KWF. Ja. Hoe kunnen mensen zich aanmelden, ideeën aandragen? Waar kunnen ze terecht voor meer informatie? Voor meer informatie kunnen ze terecht bij Samenloop voor Hoop Altena op de site. En daar kun je dus aanmelden als team, individueel. Of niet alleen. Je kunt individueel, maar via een team kun je dan aanmelden. En op die manier word je dus uitgenodigd om daar samen mee vele anderen te gaan lopen op 28 en 21 juni. Ja, de Samenloop voor Hoopwinkel hier in Rijswijk. En we spreken erover met de eigenaresse van volgens mij een lege winkel eigenlijk. Ja, het was een lege winkel. En nu is het een vol pand geworden. Met heel veel trots eigenlijk is het helemaal gelukt. Ja. Ja, we zagen u daar straks het paarse lint doorknippen. Het welbekende paars van de Samenloop voor Hoop. Ja. Hoe is het idee om die winkel ter beschikking te stellen voor de samenloop zo ontstaan? De kerk kwam naar mij toe van mogen wij oliebollenverkoop gaan doen in jouw pand. Want anders moeten we weer buiten staan, zo koud met oud en nieuw. Dus ik heb gezegd, nou kom de sleutel halen tegen die tijd, geen probleem. Maar ja, dan gaat het balletje rollen en dan ga je denken van nou misschien kunnen we wat meer met het pand. En dan met het team hebben we dit eigenlijk helemaal opgezet. Ja, nu in één keer een bomvolle winkel. Ja. Wat is nu precies het idee achter die samenloop voor Hoopwinkel? Eigenlijk zoveel mogelijk geld ophalen. Iedereen heeft wel spullen die hij niet meer gebruikt. Die een ander heel goed kan gebruiken. Die worden hier weer verkocht. En het levert geld op. Dus al het geld wat hier verdiend wordt, dat gaat echt allemaal naar het KWF.
Mooi. En kunnen mensen hun spullen hier nog inleveren? Ja, zeker. Want we zijn nu net open. Hè, of de opening. Morgen gaan we voor het eerste paar uur open. En dan elke zaterdag is de bedoeling dat de winkel open gaat. Ja, we hopen dat die een beetje leeg raakt, de winkel. Dus dan moet die weer aangevuld worden. Iedere week een dag open. En kunnen mensen terecht op zaterdag van 8 tot 4? Of hoe moeten we dat zien? Ja, elke zaterdag zijn we open van 10 tot 4. Mocht er nou heel druk worden, dan kunnen we kijken of dat er meer dagen mogelijk zijn. Maar het draait op vrijwilligers. Dus het hangt van vrijwilligers af.